wat er voorheen gebeurde op Banjo Town. We zagen hoe onze vrienden afscheid namen van Nederlands favoriete stad, Banjo Town. Tijdens de begrafenis verraste Banjo Town nog een laatste keer. Het veranderde namelijk in een levenselixir. Iets wat het leven van Jordi, Vincent en Jamal heeft gekost. Uiteindelijk kwam Thomas nog letterlijk uit de lucht vallen. Onze vrienden zijn dood. En onze stad is weg. We hebben niks meer. Wat zeggen jullie? Stoppen? Of doorgaan? Niemand wil deze stad echt verliezen. Banjo Town is een soort Atlantis. Een verloren stad. Laat mij er dan bij komen. Om jullie te helpen met bouwen aan jullie nieuwe stad. Banjo Town. En zo zou het zijn dat onze vrienden nog een laatste keer op avontuur gingen. Een legendarisch avontuur. Een avontuur wat voor hun gevoel wel maanden tot jaren duurde. Maar in werkelijkheid was het slechts een paar weken. De jongens kwamen veel samen om te lachen, te chillen, maar nog veel belangrijker om hun oude stad opnieuw op te bouwen. Met als middelpunt de Banjo Studio. Of ja, Banjo Studio. Het blijft Banjo Town. De muren moeten nog gedaan worden, licht is binnen, maar ach, je moet met iets beginnen, toch? Oftewel, Banjo Town is back. Bitches.